Er is een ontwikkeling gekomen waar Suriname verder niet veel aan kan doen. En dat is een soort conflict tussen IMF en China over de exacte woorden voor ondersteuning of brief. En China dacht ik heeft al 2 brieven gestuurd, maar IMF vindt dat nog niet ver genoeg gaan. Kijk, China is een superpower die je niet ook de les even voorschrijft. Dus zij zeggen nou, dit is onze brief. Maar aan de andere kant heeft Suriname veel ondersteuning gekregen vanuit de regio, CARICOM en ook andere landen in de regio. En het IMF kijkt nu inderdaad naar een mogelijkheid om toch de case van Suriname naar de board level te brengen. Om die goedkeuring op niveau van de IMF board te laten plaatsvinden. Maar wij kunnen dat zelf niet doen, dat is een kwestie van intern IMF. Maar het lijkt alsof men wat flexibeler zich gaat opstellen, omdat die druk ook van alle kanten op hun komt. Van, hey, wacht even, nu wordt Suriname slachtoffer van iets tussen jullie en China. En dat kan niet de bedoeling zijn. Dus dat is de zaak. Ik kan ook nog meegeven dat vandaag de IDB zich buigt over goedkeuring voor de Nieuwe Landen Strategie met Suriname. En de verwachting is dat dat wel zal worden goedgekeurd. En dat is dan voor de komende 5 jaar. Dat is een programma los van IMF voor $450 miljoen. Dat hopen we in de loop van de dag positief bericht over te krijgen. Het gaat om een, laten we zeggen, structurele planning en ondersteuning. Tot nu toe doen we met eigen middelen wat we kunnen. Maar het is fijn als je zegt, oké, voor de komende jaren kunnen we wat zaken structureler plannen. En de hervormingen, de sociale ondersteuning. Maar er zijn ook zaken als inderdaad klimaatverandering en allerlei andere zaken. Dus zo'n programma gaat helpen. Hè, want de IDB gaat dan ondersteunen met die, het versterken van ons concurrentievermogen. Verbeteren van basisdiensten, sociaal vangnet enzovoort. Dus dat gaat ons helpen. En dit staat los even van IMF, voor $450 miljoen. En als dat van IMF doorgaat, dan wordt er ook met IDB, komt er dan nog meer middelen los. Dus dat is het reguliere programma, waar dus ook al een jaar aan gewerkt is. Want het is niet dat wij alleen op IMF zitten te wachten. Er wordt behoorlijk gewerkt aan allerlei andere opties ook. Daar moet men zich niet in vergissen. Er komt er morgen een persbericht in ieder geval daarover.